laatste, maar heel belangrijk aspect waar we het over moeten hebben als we het hebben over kinderen online, dan is het de rol die al die sociale en andere media spelen in de relationele en in de seksuele ontwikkeling van kinderen, maar zeker ook jongeren in de wereld van vandaag. Het internet is een enorme bron aan informatie en dus zeker ook aan informatie over thema's die je eigenlijk niet zo goed durft bespreken met vrienden en vriendinnen, laat staan met ouders en leerkrachten. Dus we merken dat dingen à la seks en alle seksgerelateerde vragen die kinderen en jongeren hebben, dat ze die heel makkelijk op het internet gaan stellen, omdat ze zich wat gegeneerd voelen om dat met ouders of leerkrachten rondom hen te gaan bespreken. 50% van de 9 tot 16-jarigen, en daar zitten er heel veel van in die jongere leeftijdsgroepen, gaan online informatie zoeken over seks. Nu, de zoekskills van onze kinderen zijn niet altijd even sterk. Wat maakt dat als zij een vraag hebben over seks, dat zij eigenlijk gewoon Google openen en seks typen. Nu, ik weet niet of u dat probeert, maar als u seks typt in Google, dan gaat u niet de meest betrouwbare websites vinden met goede, kwaliteitsvolle informatie voor kinderen en jongeren. Vandaar dat we dan heel vaak heel snel bij de vrees van ouders uitkomen rond pornosites. En die vrees is niet helemaal ongegrond, hè. Als we kijken naar of kinderen en jongeren met pornosites geconfronteerd worden, dan is het antwoord daar volmondig ja op. Nu, tegelijkertijd is dat een risico dat we niet moeten overschatten. Als we aan ouders vragen om alle risico's die er zijn gelinkt aan het internet te ranken, dan staat pornosites redelijk fel van boven. Als we aan kinderen en jongeren vragen om dezelfde oefening te maken, staat pornosites in die lijst, maar eigenlijk redelijk fel naar beneden. Hoe komt dat? Omdat kinderen en jongeren een beetje de houding aangenomen hebben van het hoort erbij. Het is ook al heel wat beter dan vroeger. We hadden het er onder collega's deze week nog over. Eigenlijk, als u zich een aantal jaar, misschien zelfs een tiental jaar terugverplaatst naar het internetgebruik, gebeurde het heel vaak dat er met websites van die ongewenste pop-ups mee bovenkwamen. En dat was heel vaak gelinkt aan pornosites. Dat bestaat eigenlijk al niet meer. Wat zien we vandaag? Hoe worden kinderen en jongeren met porno geconfronteerd? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel per ongeluk, door bijvoorbeeld een oprechte seksvraag te hebben en die te typen in Google en dan op een pornosite te vallen. Of door typfouten te maken. Of door een spreekbeurt te willen maken over katten en poesjes te typen in Google. Dan kan je ook wel op dingen terechtkomen die je niet bedoeld had. Dus je kan wel degelijk nog altijd per ongeluk op porno vallen. Een tweede mogelijkheid is dat ze er bewust naartoe gesurfd zijn. Hè, zoals de leerlingen op de slide achter mij. Zeker jongens binnen hun seksuele ontwikkeling hebben nood aan beeldmateriaal. Dat is ook altijd al zo geweest. Dat ligt niet aan het internet. Het is makkelijker toegankelijk dan vroeger. Maar ook vroeger bestonden er boekjes op het bovenste plankje bij de krantenhandelaar. Die staan er nog altijd, maar ze zijn minder in aantal omdat het internet veel toegankelijker is. Op zich is daar absoluut geen probleem mee. Als we gaan kijken naar die jongeren die per ongeluk op een pornosite vallen, dan zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Ofwel vinden ze het best interessant en dan kijken ze verder. Ofwel hebben ze zoiets van, nee, en dan klikken ze het weg. Dus jongeren vinden dat eigenlijk niet echt problematisch, pornosites. Waarom? Omdat een heel aantal van hen er wel degelijk oprecht in geïnteresseerd is in een bepaalde fase van hun leven. Dat is niet speciaal, dat is niet erg. Ouders moeten zich daar niet zoveel zorgen in maken. We zien dat de jongeren absoluut geen verdraaid seksualiteitsbeeld krijgen van pornosites. Op één voorwaarde, dat die sites niet hun enige informatiebron zijn rond relationele en seksuele vorming. Als er op school nooit over gesproken wordt, onder vrienden nooit over gesproken en door ouders en kinderen nooit over gesproken, en ze halen al hun informatie van pornosites, dan gaan ze misschien wel een verdraaid beeld krijgen van hoe de seksuele relatie tussen man en vrouw, of vrouw en vrouw, of man en man en alle mogelijke combinaties, hoe die eigenlijk in elkaar zit. Dus aan ouders geven we zeker en vast de boodschap, wees niet ongerust als uw 13-jarige zoon af en toe naar porno surft, zolang hij dat in de beslotenheid van zijn slaapkamer doet, ook af en toe nog iets anders doet dan dat, en u andere informatie rond dat thema aan hem aanbiedt, dan is dat absoluut een normaal onderdeel van zijn seksuele ontwikkeling.
Een goede site om mee te geven bijvoorbeeld is de website van Sensoa allesoverseks.be. Is een hele goede website op maat van jongeren die ervoor zorgt dat jongeren die zich vragen stellen over seks hier hun vraag kunnen stellen en niet zomaar in Google seks moeten typen. Dus weet dat het internet een belangrijke bron is van informatie over seks en seksualiteit en zorg ervoor dat ze dan ook de juiste bronnen vinden en niet op minder betrouwbare sites moeten terugvallen. Nu, niet alleen maar op het informatiestukje van de seksuele ontwikkeling speelt het internet een rol, zeker en vast ook in alles wat liefdesrelaties aangaat. Het internet en dan vooral de sociale media spelen vandaag een heel belangrijke rol in het liefdesleven van onze jongeren vandaag. Het heeft een aantal dingen vergemakkelijkt. Als je vroeger een beetje verlegen was en je durfde niet zomaar op een jongen toestappen, dan moest je zo een vriendin opsturen met een briefje of zo'n vriendin die moest zeggen, mijn vriendin vindt u leuk. Dat was allemaal een beetje gênant. Dat gaat nu eigenlijk een pak vlotter. Hoe gebeurt het nu? Ze gaan naar hetzelfde feestje of ze komen op dezelfde speelpleinwerking terecht. Ze zien van ver iemand waar ze denken, best wel interessant. Dan gaan ze er even via achteraan hoe die persoon zou kunnen heten. En dan wordt er een Facebookbericht gestuurd. Of gewoon een Facebook-vriendschapsverzoek. En dan is het fingers crossed dat hij of zij dat vriendschapsverzoek gaat aanvaarden. Gebeurt dat, dan begint het met eens een vind ik leuk en een vind ik leukje terug. En dan is een commentaar op een foto en dan helemaal over de moon, want hij of zij heeft gereageerd op mijn foto. En dan wordt er eens schuchter gechat op Facebook en wie weet waar geraken we dan wel. Het is absoluut zo dat dat een rol speelt in de relationele ontwikkeling van jongeren vandaag. En ook de vraag, wanneer zetten we op Facebook dat we een koppel zijn? Dat is een thema dat besproken wordt onder koppels. Onder pasgevormde koppels komt de vraag, gaan we het al op Facebook zetten of nog niet? Het is ook pijnlijk als je op Facebook moet zeggen, is niet langer in een relatie. Is pijnlijk, maar tegelijkertijd krijg je dan 35, of jongeren in hun geval 135, krijgen zij dan direct steunbetuigingen en oh, Sjoeken, ik ben er voor jou en oh, schatje, love you, love you, love you. Want er is heel veel liefde onder onze jongeren vandaag. En daar spelen die sociale media absoluut een heel erg mooie rol in. Dikwijls ook heel impliciet, hè, de jongeren die iets op hun Facebook gaan posten, een YouTube-filmpje, de tekst van een liedje, van een gedichtje, dat lijkt voor sommige mensen van, wat post die nu? Maar zij er maar zeker van dat één of twee andere mensen in hun netwerk perfect weten waarom dat liedje en waarom net die liedjestekst. Want het zijn heel impliciete boodschappen die ze op die manier naar elkaar gaan sturen. Dus ook een heel positieve rol die heel die nieuwe media spelen in het tot stand komen en het onderhouden van relaties onder jongeren. Ook op een meer concreet seksueel niveau spelen die nieuwe media een rol. Het is voor heel veel volwassenen en zeker ook ouders niet evident om te gaan nadenken over dingen à la strippen voor de webcam en pikante sms'en sturen en halve tot hele naaktfoto's naar uw lief sturen. Voor heel veel volwassenen is dat een enorme ver van ons bedshow. Voor jongeren vandaag is dat een realiteit. Zeker niet alle jongeren, zeker niet met om het even wie, zeker niet naar om het even wie, maar als ze het gevoel hebben dat ze de liefde van hun leven te pakken hebben, dan gaan ze die dingen wel degelijk doen. Voor ons zijn dat grote stappen, voor hen vaak kleine stappen. Mijn nicht van 17 vroeg mij heel oprecht, hoe deden jullie dat vroeger zonder webcams? Dan moest je zo van niks, zijnde alleen maar handjes vasthouden en een beetje kussen, naar direct alles. Zij vond dat een enorme grote stap, waar het daar bij haar en haar lief toch wel al wat webcam gefilterd had tussen gezeten. Dus een heel andere manier van kijken naar die media. Opnieuw, niet alle jongeren gaan die media op die manier gebruiken, maar er zijn er wel degelijk. En eigenlijk is het geen abnormale ontwikkeling, eigenlijk is er ook helemaal niks mis mee. Er is maar één kanttekening bij te plaatsen, dat is dat jongeren zelf heel bewust gaan kiezen met wie ze die dingen gaan doen, met wie ze die foto's gaan uitwisselen, met wie ze die beelden gaan uitwisselen. Ze doen het niet met om TV wie, ze doen het alleen maar met de liefde van hun leven, waar ze heel veel vertrouwen in hebben.
Het probleem op die leeftijd durft echter wel eens te zijn dat de liefde van hun leven achteraf toch niet echt de liefde van hun leven bleek te zijn. En dat relaties veel volatieler zijn en dat er veel makkelijker relaties tot een einde komen dan dat dat bij volwassenen nog het geval is. Dat maakt dat we zien dat het best wel gebeurt dat beelden die in vertrouwen uitgewisseld zijn, toch buiten dat vertrouwen gaan komen en dat die dan toch gaan gedeeld worden met anderen of in het ergste geval online op bijvoorbeeld Facebook gaan gepost worden. Een groot risico als we dat zo vertellen, een klein risico als we het hebben op vlak van cijfers. Dus we moeten dit absoluut niet overroepen. Ongeveer 11% van de 9 tot 16-jarigen is wel al eens geconfronteerd met een pikant, en dat zijn dan vooral de 16-jarigen, laat mij daar duidelijk over zijn, met een pikant tot naakt berichtje van een leeftijdsgenootje. Dat was niet altijd tegen uw goesting. Sommigen waren heel blij dat ze dat kregen. Maar dit is maar 11% van onze jongeren doet actief aan sexting. Dat lijkt veel, maar in 2010, zeer vreemd, was dat cijfer 18%. En vorig jaar was het 2011%. Dus het zit in een dalende lijn, waar we, als we het in de media horen, net in stijgende lijn, zouden denken dat het gaat. Het zit momenteel in een dalende lijn. Dus het is absoluut een risico, maar een risico dat we niet mogen overroepen. En we mogen het zeker en vast ook niet volledig in het kader van de foute dingen op het internet zetten. Want het speelt wel degelijk ook een rol in gezonde seksuele en relationele relaties tussen jongeren onderling. Zolang het vertrouwen niet beschaamd blijft en zolang jongeren weten, ik krijg een beeld van iemand anders in vertrouwen, ik ga dat niet zomaar doorspelen aan iemand anders. Nu, waarom is heel dit stukje rond seks en internet zo belangrijk in het kader van kinderen en jongeren online? Dat is om met een boutade te spreken, tussen uw 13 en uw 16 is alles seks en relaties. Alles wat jongeren doen, zit in die relationele context van wie vindt wat van mij, wie denkt wat van mij. Die profileringsdrang, die zoek naar identiteit, die zoek ook naar relaties met anderen, is heel erg belangrijk op die leeftijd. Dus jongeren gaan hun best doen om ertussenuit te springen, om zich te profileren en om ervoor te zorgen dat ze een beetje anders zijn dan de anderen. Want er is niks zo lastig op je 14 jaar als gewoon normaal te zijn en zijn zoals iedereen. Dat is niet de bedoeling op die leeftijd. Dus ze gaan zich gaan profileren en ze gaan anders willen zijn dan anderen. Dat is absoluut normaal, dat is helemaal oké. En het is ook super dat ze het internet ervoor kunnen en willen gebruiken. Maar tegelijkertijd maakt dat het ook belangrijk dat we hen gaan begeleiden in die profileringsdrang en dat we ervoor gaan zorgen dat ze zich gaan profileren op een goede manier en niet op een minder positieve manier of zeker niet op een manier die later tegen hen gaat gebruikt worden. Als ze het gevoel hebben dat ze pikante foto's moeten doorsturen naar hun liefje, niet omdat ze dat zo graag willen delen met hem, maar omdat hij dat waarschijnlijk graag heeft en omdat andere meisjes, denk ik, dat ook doen, is dat geen goede reden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we hen daar toch in blijven begeleiden, ook al is het belangrijk dat ze dit in hun eigen beslotenheid van de slaapkamer, in hun eigen privacy en in hun eigen hart kunnen doen. Maar tegelijkertijd zijn het thema's die we met hen moeten blijven bespreken om ervoor te zorgen dat ze inderdaad anders kunnen zijn dan de anderen, maar dat ze dat kunnen doen op een goede manier, op een veilige manier en op een manier waar iedereen zich goed bij blijft voelen. Goed vandaag, maar ook goed morgen en ook goed over 10 jaar als ze misschien een job moeten gaan zoeken en door hun potentiële werkgever gegoogeld worden, dan wil je ook dat je er op een goede manier uitkomt en niet op een manier die leuk was om je op te profileren als je 14 was of als je sexy wou zijn als je 15 was, maar die niet meer zo oké is als je 23 bent en naar een job gaat zoeken. Alles is op die leeftijd seks en relaties, maar we moeten zeker en vast kinderen en jongeren begeleiden in hun seks en relaties. En dat offline, maar zeker en vast ook online. Goed.